Dit lijkt een normale kast, maar dat is het zeker weten van niet. 3, 2, 1. We gaan beginnen met de vlog. Kijk, we zijn hier bij het. Jawel. En we hebben een nieuwe soort brug gevonden hier. Die nog niet gegraffiteerd is of zoiets dergelijks. Er zit nog geen graffiti op. Aan het eind volgens mij wel. Maar het mooiste van alles is, we hebben namelijk iets nieuws ontdekt. Er zijn hier namelijk mensen die hier diep in de nacht komen. Kijk, zo laat waren ze er. Om 4:20. In de nacht. Jawel, dit is echt wel gaaf, jong. Kijk, daar is de graffiti. Het ziet er heel nieuw uit. Ik zal eens eventjes checken of dat het nog... Nee, niet echt, maar goed. Hier staat ook nog een graffiti. Dat is wel mooi. In Utrecht heb je een graffiti-muur. Kijk eens, ja. Ik vind hem wel redelijk mooi. Dus hij krijgt van mij een shout-out. Ja. Kijk, er staat wat op het bord. En we zijn hier namelijk met een reden. Als we deze weg aflopen, hoogstwaarschijnlijk, dan komen we langs de Heineken ontvoeringsboom. Daar waar het losgeld van de ontvoering neergelegd, gedropt geworden is. Het ziet er nog allemaal heel nieuw uit. Wacht, staat daar dan nog een tijd? Ja, 4:20. Ai, dat is een hele bekende. Ach, gaaf jong. Kijk eens. We gaan nu naar op iets op zoek waar ik een coördinaat van heb. Dat moet hier zijn, langs de A12. Ik weet nog niet waar we uitkomen, we gaan even kijken. Het moet een soort van geocaching paaltje zijn. Van vroeger, ik weet niet of die er nog is. We moeten hier eigenlijk letterlijk langs de weg lopen. Hierboven heb je de snelweg A12. En zo dadelijk bij het paaltje laat ik de coördinaat wel even zien. Zo, deze boom die heeft ze langs de tijd ook gehad. Ah, kijk, wij bevinden ons nu bij de A12. Bij dat hectometerpaaltje. Ik hoop dat jullie wat kunnen zien. 100. 15,9 dacht ik, of zoiets. Ik kan het zelf niet zien, want ik heb instraling van de zon. Dus er kan ook iets anders op staan. Hey, 115,8 staat erop. 115,8, dat is wel geweldig, jong. Zo, je breekt hier bijna je poten. Oh man. We moeten rechtdoor lopen. Vet, we hebben weer een nieuw stuk ontdekt. Ja, kijk eens. Hier hebben de zwijnen lopen graven. En ze willen natuurlijk onder het hek door. Want ze willen de A12 over, maar daar hebben ze al voor gezorgd. Er zit hier een soort van groot hek. Nou, we moeten nog een aantal meter lopen en dan zijn we er. Ik weet niet wat dit allemaal is. Ze hebben hier hout gedropt. Ah, ik zie hem waarschijnlijk al. Dit moet dan het geocaching paaltje zijn. Kijk, we hebben er weer een gevonden. Meetpunt grond, water, wat staat er? Standen. Oké. Gaaf. En waar ligt onze geocache dan? Want hij stuurt ons hierheen. Even kijken. Nog geen idee. Ik ga hem zo dadelijk al even zoeken. Ik ga eventjes de omgeving laten zien. Wat is dit? Wauw, dit was er vroeger helemaal niet, of wel? Nee, we hebben een brug ontdekt. Nee, wacht, dat kan helemaal niet. Ja, wat is dit? Oh, dat is een wildtunnel. En de wildtunnel is zo groot dat je er zelfs doorheen kan. Wow, mijn face-herkenning had mijn camera hier. Er staat gewoon niemand. Wow, jongens. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Waarom zit hij hier? Wacht. Punt? Of wat staat er? Messenpunt of zoiets. Dus is een meetpunt. We zijn in Nederland, maar het staat in Duitse tekst. Ja jongens, kijk dan. Je kan zien dat het hier veel belopen wordt door herten. Kijk dan, hierboven rijden nu op dit moment de vrachtwagens van de A12. Oh, dit is net zo'n gangstertunnel als in de buurt van Pannerden. Daar heb je ook zo'n tunnel, maar die is ongeveer zo lang. En dan stopt die. We gaan door de tunnel lopen. Wauw, dit is gaaf. Ja, hier onder de tunnel heb je natuurlijk geen satellietontvangst, dus ik kan je hier in de tunnel... niet de coördinaat geven. Hier heb je weer zo'n mespunt. Het is hier heel stil, terwijl hierboven gewoon de A12 voorbij raast. En wat is dat? Ik hoorde wat. Och ja, natuurlijk. Het kan zijn dat hier beesten zitten. Die verschuilen zich hier tussen. Wow, dan hoop ik niet dat hier een hert ligt of zo.
die mij zo dadelijk gaat aanvallen. Kijk, want het lijkt allemaal op beesten die hier liggen. Oh, jongens, dit is echt best wel spannend. Oh. Wat is dat? Wat is dat? What the fuck? What the fuck? Kijk dan. Dat is een infraroodsensor. Zie je dat? Dat is een infraroodsensor. Wij worden dus nu, als het goed is, gefilmd door een van de camera die hier hangt. Er moet hier een wildcamera hangen. Wacht, dan is het beter om die coördinaat hier niet van te zeggen. Anders komen hier natuurlijk mensen om die camera te jatten. Ja, kijk. Daar heb je die wildcamera al. Dan kan het zo dadelijk zijn dat we bezoek krijgen van de boswachter. Meneer, wat doet u hier? Ja, kijk. Hier heb je een wildcamera. Zie je dat? En daar heb je het antennesysteem bovenop. Met GPS. En dit is natuurlijk een van de datakast. Gaaf, jong. Wow, man. Waar zijn we nou dan uitgekomen? Kijk. Dit is echt wel gaaf. Ja, kijk. Daar staat het. Wow. Wij gaan hier geen tweede keer meer doorheen. Wij gaan hier weg. Wij gaan hier langs dit loop. Dit is echt mooi gemaakt, jong. Wow. Nou zal ik me eens even willen vragen. Hoe kun je aan die beelden live komen? Want die wil ik thuis natuurlijk wel op internet zien. Wat hier s'nachts doorheen loopt. Maar goed, we gaan eventjes recherche doen op internet. Misschien dat we het kunnen vinden. Wow. Daar hangt gewoon een wildcamera. Weet je hoe mooi? Waar zullen die beelden naartoe gezonden worden? Want het was een draadloos systeem. En die antennes die reiken onder de brug zeker niet ver. Dus het kan zijn dat daar achter op de brug iets van een ontvanger staat. Dat moet haast wel. Of hier in het bos moet nog iets zijn van een of andere schuilhut. Dat zou ook nog kunnen met accu's erin. Met een of andere straalverbinding. Oh, dit is echt wel gaaf. Nou hoop ik dat ik thuis die beelden terug kan zien. Dan kan ik mezelf gewoon zien door die tunnelwater. Weet je hoe mooi? Dat zou echt lijp zijn, jong. Wauw. Ik wist niet dat daar een wildcamera hing, maar dat is wel mooi, jong. Ah, jammer dat ik nou de coördinaat niet geef van die plek. Want anders ben ik bang dat de mensen die camera weg gaan halen. Oh. En als het goed is dat we deze weg aflopen, dan moeten we bij een fietspad terechtkomen. Hoop ik tenminste. Ja, kijk, daar is het al. Aha, kijk. Ze hebben een hele nieuwe tunnel gemaakt hier. Ah, wacht. Hier heb je al een datakas. Dan zal die kabel wel daarheen gaan. Dan zal ik even kijken of dat de LED-verlichting in de brug aan is. Kijk, zo heet het hier. Dan zal ik eventjes kijken. Ja, ik heb zo vermoeden dat die informatie naar deze kast gezonden wordt. Hey, wacht, hier zijn we de vlog. We zijn hier gewoon de vlog begonnen. We hebben gewoon helemaal rondgelopen. Tenminste, hoe lang ben ik aan het filmen? 8 minuten? Wow, ik heb in 8 minuten dat hele stuk gedaan. Wacht. Als je heel goed kijkt, dan zie je dat de LED-verlichting aanstaat. Kijk, of het is een TL-buis. Nee, het zijn allemaal LED'jes, maar jullie kunnen dat niet zien. Wacht. Kijk, nu zie je het pas, dat het LED'jes zijn. Dus het is wel gaaf. Als je deze weg helemaal langs loopt, kan natuurlijk ook zijn dat hier een soort van recorder in zit die beelden opneemt. Maar dat lijkt me sterk. Ik denk dat hier gewoon internetverbinding zit en dat je het gewoon live via internet kan zien, die beelden. Maar je zag het duidelijk, hè? Je zag die infraroodbundel, die lampen. Dat is wel gaaf. Ik heb zelf een nachtkijker, dus ik weet hoe scherp die beelden nou zijn. Dat is echt wel mooi. Wow, er waren echt wel veel hertensporen daar, jong. Wow, we hebben gewoon opeens een tunnel ontdekt, door een geocache eigenlijk. Oh, ook wel kicken. Maar goed, we gaan even verder met de vlog. Als we deze weg aflopen, dan komen we als het goed is bij de Heinekenboom. Dat is een boom die is omgezaagd en daar is het losgeld van de Heinekenontvoering neergedropt. Maar ze hadden politiescanners, hadden ze toen in die tijd afgeluisterd, dus iemand anders heeft het losgeld meegenomen. Wow. Wat moest ik nog meer vertellen? Ja, er moeten nog diamanten liggen. In het gebied, daar ergens langs het spoor, maar die hebben ze nog steeds niet gevonden. De politie heeft er, dacht ik, 3 gevonden en de 4e, die moeten nog steeds liggen. Ik zal eens even kijken wat dit nou is. Ruiterpad.
Ja. Kijk eens. Een hele lange, onverharde bosweg. Oké dan. Ja, wat zullen we gaan doen? Ik heb geen idee. Ik heb gewoon weer wat nieuws ontdekt, hè. Oh, ik voel me iedere keer zo goed, hè, dat ik wat nieuws ontdekt heb. Oh, dat zijn wel leuke bomen hier. Dat is wel vet. Kijk dan, dat hele lange pad. Dat moeten we nog aflopen, helemaal tot achteraan.